Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 14. Ik ben wakker, het is... Het is 10 na 10, maar ik ben wel wakker van 9 uur. Want ze kwamen de elektriciteit checken of zoiets hier thuis. Dus ik moest op zijn. Vandaag is het... Ik ga even mijn paal hier knuffelen. Vandaag is het kerstfilmdag. Oh, zalig. Echt zalig. Céline en ik vonden wel dat we dat verdienden om eens even een dag niks te doen. En, allee ja, niks is nog veel gezegd, want ik ga natuurlijk wel nog altijd editen. En ik denk ook dat we wel nog e-mails gaan doen. Maar voor de rest gaan we kerstfilms kijken. Ja? Mwah, zeg. Zijt je zo'n jankietje? Wilt je bij mij zijn? Dus we gaan kerstfilms kijken en chillen. Ik moet het enige wat ik vandaag echt moet doen, waar ik naartoe moet, is de boekhouder. Daar ga ik naartoe om 5 uur. Dus dat is het enige. Maar de rest ga ik echt chillen. En mag ik even zeggen dat ik echt blij ben met mijn huid? Mijn huid ziet er momenteel echt goed uit, vind ik. Voor mij is dit echt goed. Misschien hebben er anderen nog een zuiverdere huid. Zonder zo ringen rond de ogen. Want dat heb ik wel. Donkere wallen. Alleen niet wallen. Donkere kringen eigenlijk. Zoals je zo ziet, ziet je dat. Maar ja. That's live, hè. En ja, ik vind echt dat mijn huid er goed uitziet. Jee. Ben kei blij. De productjes van Bruno Vasari beginnen echt wel goed te werken. Ik heb wel het gevoel sinds ik dat gebruikte op mijn huid veel, ja, hoe zeggen ze dat, zo brighter is. Veel, ik weet niet hoe dat noemt. Ja, brighter, hè. Mijn huid ziet er zo veel gezonder uit en I'm happy. Oké. Ik ga de adventkalenders openen. Ik ga ze gewoon openen, dag 14. En dan ga ik laten zien wat er in welke kalender zat. Oké, dit zit er in de Primark kalender. Een nagellakje met zo goud metallic schijn. Muffin wil ook kijken. Dan hebben we hier de kattensnoepjes. Chocolaatje van Ikea. En in de Body Shop zat een soft facial cleansing sponge. Ben ik ook wel benieuwd om die uit te proberen. Hier. Ik heb geen ontbijt in huis. Ik heb eikens van papa gekregen, van papa en mama gisteren gekregen. Die zijn in de auto, want het is echt aan het stormen. Dus ik ga niet naar buiten. Dus ik ga... Raar maar waar. Ik ga dit maken. Jullie gaan echt denken dat ik crazy ben. Ik ga... kroketten maken. Ik ga kroketten in de oven maken. Yep. Ik heb echt goede dingen daarin. Dus ik ga het gewoon doen, hè. Ik ga het doen. Op 200 graden.
Dit wordt mijn ontbijt. Maar geef toe, mensen in Engeland en zo, die eten toch 's ochtends ook zo patatjes of kroketachtige dingen. Dus zo raar is dat dan nog niet, hè? Please, zeg nee. Zeg dat dat niet raar is, dan voel ik mij wat beter over. Ik ga het gewoon doen. En ik doe ze in de oven, dat is minder vettig. Dat is ook al goed, hè? Ja. Oh, ik moet echt dringend naar de winkel gaan. Maar ik leef zo tussen twee huizen. Allee, ik ben hier. Ik ben bij de Mystery Guest. Ik ben ook heel veel bij Celine of bij mijn ouders. Dus als ik iets koop, dan is dat meestal zo... Oei, Muffin gaat om de keukenkast springen. Muffin. Nee. Dus als ik iets koop, dan is dat zo na zoveel dagen slecht. En ik krijg dan ook nog eens eten mee, bijvoorbeeld van bij papa en mama. Want die hebben mij gisteren pasta meegegeven. Dus ja, dan heb ik niks in huis, hè. En mijn proteïnepannenkoeken van Leslie zijn ook op. Problems. So many problems. Oké, is niet waar, hè. Ik ga gewoon kroketten eten. They are going in. Woehoe. Hoe lang moet dat weer al? Ik denk... 14 minuten. Ja? Zijt jij jaloers? Zijt jij jaloers? Op mijn kroketten? Hè? Huh? Ja? Oh, garen. En jij? Zijt je ook jaloers? Op mijn kroketjes? Nee? Oké, jij niet. Dat is al iets. Zeg, ruik eens niet aan elkaars kont. Dat is pizza. Dat is very dirty, hè. Cuties. De kroketten zijn klaar. En ik ga die eten met mayonaise. Yummy. Ik ga beginnen aan kerstfilm nummer 1. En dat is A Prince for Christmas. Die heb ik opgenomen van op Vitaya vorige week ergens. Want deze periode zijn op Vitaya echt elke middag kerstfilms. Dus ik neem die op en dan kan ik die bekijken als ik er zin in heb. Ik ben veel te hyper vandaag. Allee, ook niet, want ziet mij hier nu liggen. Maar langs de ene kant ook wel, voel ik me wel heel blij. Ik ben echt blij dat we een kerstfilmdagje hebben. En dat de kerstboom aan is. En dat het zo gezellig is en dat mijn katjes hier zijn. Milky is hier. En Muffin is hier. Muff. Muffke. Hallo. Dus ja, het is keigezellig, hè. En het is nog maar 11 uur. Dus dat betekent dat ik nog een hele dag kan chillen. Yay. Kerstfilm 1 is gedaan. Ondertussen ben ik ook wat aan het kerstshoppen online voor cadeautjes nog. En nu ga ik kerstfilm 2 kijken en dat is Married by Christmas. Ik ben heel benieuwd. Er speelt wel een van mijn favoriete actrices in die ook in Mistresses speelt. Ik weet haar naam niet, maar alleszins, ik vind ze tof. Dat is de actrice waar ik het over heb. Ik weet echt niet hoe die noemt, maar die is zo knap. Die doet me een beetje aan Blake Lively denken, maar dan vind ik die nog knapper. Die is zo'n beetje stoerder. Kijk eens wat jullie hebben gekregen. Snoepjes. Snoepjes van Jolien. Wat zeggen jullie? Dank u, Jolien.
We zijn ondertussen, denk ik, 3 uur later of zo. Ik ben naar de boekhouder geweest. Ik heb nog wat foto's gemaakt. Ik heb geknuffeld met de katjes. En nu ben ik aan kerstfilm 3 begonnen. Will You Marry Me? Met Mary. Met E. Met een E. Snap je? Van Merry Christmas. Ja, toch hè? Dat schrijf je toch zo. Met een A normaal. Ik denk het wel. Oké. Ik krijg heel veel vragen. Heel de tijd. Wanneer zien jullie de mystery guest? Ik heb dit al eens geantwoord ergens in een vlog. Ik weet niet meer aan welke. Maar ik zal het nog eens doen. Dus, wanneer ga ik de mystery guest, onthullen? Ik ga de mystery guest 20 december onthullen. Dus dat wil zeggen in Vlogmas Day 18, normaal gezien. Oké, ik ga even checken als dat klopt. En dan kom ik terug naar jullie. Oké, het is dus 20 december in Vlogmas 18. Dus dat is volgende week woensdag. Ja, over exact een week is dat. Dus ja, dat wordt een grote reveal video. Spannend. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Ik hoop natuurlijk dat jullie de mystery guest leuk gaan vinden. En dat jullie ook vlogs gaan willen zien van ons samen. Dat zullen we wel zien. Ik hoop dat jullie positief gaan zijn. Maar mijn YouTube community is altijd zeer positief. Dus dat is wel heel fijn. Ik ga dus ook hier de vlog nu afsluiten. Want ik ga echt niks meer doen. Ik heb vandaag ook echt niks gedaan. Maar ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden toch om te zien. Wat ik zo op een chill kerstmisdag doe. Ik heb trouwens net weer kroketjes gegeten. Die ik deze morgen heb gegeten. Oh, erg. Maar ja, dat mag wel eens. Hè. Nu alles met Leslie gedaan is. Allee, gedaan. Ja, de 8 weken. De 8 weken challenge toch. Dus dan mag ik wel eens 1 dag echt cheaten. Doe zeker thumbs up als jullie deze video leuk vonden. Vergeet ook geen leuke comment na te laten. Vergeet ook niet een leuke comment na te laten, bedoel ik, in de comments. Daar reageer ik altijd op. Ik zie jullie morgen weer. Slaap wel iedereen.